Katelijn van Wijk, ik ben Anita Saman, we zijn docenten Nederlands van de Perre. En we begeleiden klas 2. Ja, HAVO 2, dus we hebben 4 klassen, HAVO 2 en alle 4 de klassen doen mee aan dit vlogproject. We hebben de groepjes ingedeeld aan het begin van het schooljaar de klassen hebben we ingedeeld in 6 groepen. We hebben ze meteen flink instructie gegeven over journalistieke vaardigheden en wat er van hun verwacht werd. Dat heeft Adrie Boksmeer ook gedaan bij ons in de klas, journalist voor WFM. Ja. En toen zijn ze aan de slag gegaan met groepjes iedere keer apart. Want het is natuurlijk niet zo dat 6 groepen tegelijk kunnen vloggen. Maar dat is door het hele schooljaar heen hebben we een planning gemaakt. En we zijn nu ongeveer op 3/4, denk ik, van het... Ja, we hebben al heel wat filmpjes voorbij zien schrijven. Klopt. Maar even voor mijn vorming, en dat is al lang geleden dat ik op de middelbare school zat. Maar vloggen, journalistiek bij het vak Nederlands, dat wij moesten schrijven, multatuli en dat soort dingen. Ja, dat moeten ze nog steeds. Alleen het is nu aangevuld met een link naar de maatschappij. De leerlingen leren ook journalistieke vragen stellen op mensen afstappen en dat te verwerken in een vlog, dus een filmpje. En in een textuele weergave. Dus journalistieke vaardigheden zijn tegenwoordig ook belangrijk. Ja, precies. En vloggen, dat is natuurlijk bij heel veel jongeren populair. Ik lees ook vaak dat ze echt vlogger willen worden, omdat je daar ook leuk mee kan verdienen. Ja. Is dat ook een reden geweest dat jullie vloggen als medium? Ja, absoluut. Want ze kunnen er goede cijfers mee verdienen als ze goed hun best doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen maar de teksten die ze vertellen. Maar er komt ook een stukje techniek bij, montage. Dus het is best veel werk voor die kinderen. En ook vaak na schooltijd. Ja, en buiten schooltijd. We geven ze trouwens ook wel in de les gelegenheid om zich voor te bereiden. Want we verwachten ook van ze dat ze goede vragen stellen. Dat ze van tevoren bedacht hebben wat ze willen vragen. En tegelijkertijd ook dat ze op de locatie zelf ook zich moeten kunnen aanpassen. Want situaties kunnen veranderen en dan kunnen vragen ook ineens anders gesteld moeten worden. Dus er komt echt heel wat bij kijken. En eigenlijk merken wij dat de leerlingen de verantwoordelijkheid die ze krijgen ook ontzettend goed oppakken. Echt met leuke producten. Ja, ik zag ook dat ze vorige keer iemand als Freek de Jonge ontwapenen ze meteen. Want ze stellen natuurlijk heel onbevangende vragen. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en het feit dat de gemeente Middelburg onze filmpjes wil gebruiken als PR-materiaal. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is ook een stimulans. Ja, en dat was vorig jaar, deden jullie dat ook al een beetje rondom Middelburg 800. Ja, toen zag ik jullie ook regelmatig bij dat feest wat jullie samen deden met met de Neerlenia. Met de Neerlenia samen, ja. Ja, dat was natuurlijk een fantastisch festival wat we daar neergezet hebben. En daar is het eigenlijk een beetje ontstaan. Toen zijn we ook, hebben we ook groepjes laten vloggen. En vanuit de resultaten van dat project is dit eigenlijk een beetje voortgekomen. Ja, precies. Dus, en nu, het schooljaar is natuurlijk nog niet helemaal klaar. Maar er staat bij de Schouwburg nog heel wat te gebeuren. Dus in september nog, of eigenlijk na de zomer, wordt de Schouwburg opgeleverd. Maar het park dat loopt nog een tijd langer Klopt, door. Ja. Dat betekent dat jullie dan volgend jaar misschien ook weer dingen gaan doen? We hebben nu voor dit schooljaar afspraken gemaakt over de 6 vlogs per groep die ingeleverd gaan worden. Hoe het verder na dit schooljaar gaat, dat weten we nog niet. Maar we hebben wel al afgesproken dat aan het einde van het schooljaar, als alle vlogs ingeleverd zijn, dat we dat ook feestelijk afsluiten. En dat we dan... dat er dan een soort verkiezing komt van de beste vlog. En dat doen we natuurlijk in de Schouwburg, of niet? Wie weet. Wie weet. Nou, dan komen we zeker kijken in ieder geval. Ja, dat is heel hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk, ja. Ja, dus jullie, als jullie nu terugkijken op de eerste 3/4 van het jaar, jullie zijn gewoon tevreden over het... Meer dan tevreden. Ja. Het kost veel energie, maar het levert ook heel veel energie. Ja, maar jullie doen het ook wel. Jullie doen het zelf ook deels in jullie vrije tijd. Ja, maar dat hoort erbij. Doe je met liefde voor het vak. Op je vrije dag ga je dan met de kinderen naar de Schouwburg. S'avonds als er hoorbijeenkomsten zijn voor de omwonenden. Ja. Maar dat vinden wij... Dat levert ook iets op. Dit. Leuk om te doen. Ja, iets op, hartstikke ja. leuk. Ja. En jullie staan nu ook in je vrije uur... Klopt. Of te woord, toch? Ja. Oké, super. Dank jullie wel voor de tijd en succes met de afronding. Ja, hartstikke bedankt.